Je hangt kunst aan de muur en die kun je dan gewoon bekijken. Maar kunst gaat in 2016 veel verder dan dat alleen. The Next Rembrandt is een 3D-print schilderij. Wat gemaakt is puur op basis van Rembrandt data. We hebben het oeuvre van Rembrandt geanalyseerd en daaruit een nieuw kunstwerk ontwikkeld. We zijn begonnen met kijken naar de 346 schilderijen die Rembrandt geschilderd heeft. Hoe schilderde die? Wat schilderde die? En dat hebben we geanalyseerd. Daar hebben we een subject uitgehaald. En dat is een portret van een man tussen de 30 en 40 met een zwarte hoed en een witte kraag. Ja, net echt zou ik bijna zeggen. Ron Augustus, die weet er alles van. Want ik heb het alleen op deze plaatjes gezien, maar u hebt het in het echt gezien. Ziet het er in het echt ook inderdaad als net echt uit? Ja, dat vind ik wel. Het is een 3D geprinte schilderij. Ja. En dat betekent dat je niet alleen de 2D-werking ziet, dus de kleuren en of het op een Rembrandt lijkt. Maar als je van dichtbij kijkt, zie je ook eigenlijk de lijntjes erin, of het net lijkt alsof er in geverfd is. Dus dat maakt het wel heel echt. Dus dat betekent, voor een leek als ik, kun je eigenlijk geen onderscheid maken tussen echt en dit schilderij? Zonder te kijken naar kleuren en verven, denk ik dat de meeste leken meteen zullen denken van god, die lijkt wel heel erg op Rembrandt. Nou, dat zou de beste kunnen zijn. Kijk eens aan, dat biedt perspectief, wil ik het zo over hebben. Wat was de gedachte erachter om dit te doen? Wat we wilden doen vanuit de samenwerking met ING en J. Walter Thompson is om te kunnen kijken of we met data ook een nieuwe innovatie kunnen neerzetten in Nederland, waarbij met een analyse van gegevens een nieuwe Rembrandt gemaakt kan worden. Maar gewoon een nieuwe innovatie, dat klinkt een beetje, had alles kunnen zijn. Ook een nieuwe voetballer. Wij wilden met name de kunst pakken, omdat je daarmee ook sneller een relatie kan leggen tussen technologie en emotie. Technologie en een nieuwe richting waar technologie nog niet zo vaak in is ingezet. Dus vandaar technologie. Mensen denken vaak eng en niks en negatief. En nu kunnen ze denken, wacht even, wat mooi, wat geweldig. Wat je allemaal kan met technologie, dat zit er ook achter. Absoluut. Ja, we willen mensen op die manier opnieuw je gedachten brengen. Als je museumdirecteur bent, en dat bent u, dat treft ook natuurlijk. Zou je dit dan ook aan de muur willen hangen? Denk niet, hè? Nee? Nee. Kijk, een museum gaat over authenticiteit. Oh, ja. Een museum gaat over het echte ding. Daarom komen mensen naar musea. Maar je gaat toch met de tijd mee? En ja, maar er is rondom die musea een hele digitale wereld. Hè, die publieksgericht is. Het publiek kan via de website van het museum en allerlei gelaagde informatie vinden. Veel meer dan vroeger. Maar er is natuurlijk ook in het vak, in mijn vak, kunstgeschiedenis een hoop aan de gang. En ik denk dat dat met name jullie onderzoek daar interessant voor is. Want eerlijk gezegd, als ik naar dat beeld kijk, denk ik, nou, dat is een beetje old school, hè? Hey. Om gewoon een kopie te maken. Ik bedoel, dat is nou niet echt innovatief. Nee. Maar die hele techniek die erachter zit, van wat jullie hebben, de programma's die jullie hebben ontwikkeld, om die algoritmes en dergelijke, om dat werk te analyseren, dat zou wel interessant kunnen zijn, ook voor de kunstgeschiedenis. Maar in welke zin dan? Een soort wetenschappelijke toevoeging, omdat je meer te weten kan komen. Maar wat dan? Wat jullie hebben gedaan, bijvoorbeeld, alle ogen uit alle schilderijen van Rembrandt op een rijtje zetten. Zo is het precies, hè? Want wat we net gedaan hebben, is net proberen geen kopie te maken. Hè? Want dit schilderij is er nog nooit geweest. Hè? Wat we gedaan hebben, is naar alle 346 werken van Rembrandt kijken, die opgeslagen, de data ervan pakken. En dan kijken, wat zijn nou typische Rembrandt-trekken? Maar is het idee dat als hij geleefd had, dan was dit zijn volgende schilderij geweest? Nee. Mag ik even? Ja. Nee, het lijkt me een politica ook. Maar, nee hoor. Het zou niet het laatste schilderij van Rembrandt geweest zijn. Hè? Want het is een schilderij wat gemaakt zou kunnen zijn rond 1635. En dat zou eerder aan de begintijd dan de eindtijd van Rembrandt zijn. Ja. Het zou een typisch schilderij kunnen zijn dat als er ergens een Rembrandt opduikt, hè, hoe dat eruit zou kunnen zien. In die zin maar volgende toch, ze heeft wel gelijk, een beetje oldschool uiteindelijk. Want het is niet iets nieuws. Nou, het zou oldschool zijn als het een kopie is van een bestaand werk. Wat dit is op basis van vele bestaande werken een nieuw werk maken. Maar wel van de bestaande computer. Wel van de bestaande kunstenaar. Van de bestaande kunstenaar. Je kunt dit met alle kunstenaars doen? Ja, je zou dit voor alle kunstenaars kunnen doen. Zijn jullie van plan om te doen? Zijn jullie van plan, stel dat dit aanslaat, dat mensen bijvoorbeeld denken, wat wil je hier namelijk mee? Ja, om het debat aan te kunnen gaan, hè, van waar technologie begint en waar kunst begint en waar het grijze gebied is erin. Als je een emotie wil laten zien, dan wil je dit toch. Dan zou je misschien 30 van dit soort prachtige schilderijen bij elkaar willen hangen, die je normaal nooit bij elkaar zou kunnen krijgen. Ja. En dan laat je mensen naar zo'n tentoonstelling. Kunstenaars, dat een beetje slimme, nerdachtige kunstenaars, deze technologie gaan gebruiken om gewoon nieuw werk te maken.
Bedoel, dat zou ik dan hopen. Ja. Dat lijkt me veel interessanter dan wanneer we gaan proberen om een soort kopie of een soort gemiddelde Rembrandt uit die techniek te distilleren. Wat we in de discussies ook met de Rembrandt-kenners die we de afgelopen dagen gehad hebben, is dat je zegt van ja, het is niet alleen van goh, het moet voor een Rembrandt doorgaan, maar de discussie over hoe maakt de Rembrandt zijn ogen, wat is de verhouding tussen de mond en de ogen en de oren, dat zijn interessante kunsthistorische discussies die je hebt. Ja. En wat we vanmiddag bespraken is, Rembrandt schilderde vaak over zijn schilderij heen. Dus als je dan met röntgentechnologie kijkt wat eronder zit, zie je een ouder werk. Stel je voor dat je dat oudere werk dan met deze technologie weer tot leven kan brengen. Of restauratie, wat erbij gaat komen. Ja. Dus dat kan een hulpmiddel zijn zelfs als het gaat over vervalsingen. Het zou een van de hulpmiddelen kunnen zijn om te kunnen zien van is het een vervalsing of niet. En, nou, er zijn allerlei verschillende toepassingen mogelijk buiten het gewoon reproduceren. Of het maar het zou zelfs eens een nieuwe stroming kunnen zijn. Dat is inderdaad heel interessant. Ja, die is er natuurlijk al. Je hebt digital art. Er zijn allerlei mensen over de hele wereld mee bezig. Maar lijkt dat hier op? Nee, natuurlijk niet. Nee, daarom. Dus hier kun je met deze technieken toch echt iets totaal nieuws ontwikkelen. Zou dat kunnen? Nee, ik weet niet. Gaat Microsoft zijn programmatuur beschikbaar stellen? Nou, we hebben op dit moment niet het plan om dit op grote schaal te gaan doen. We willen met dit project gewoon de discussie aangaan. Maar stel dat er bijvoorbeeld 5 of 10 museumdirecteuren komen, die zeggen, of anderen uit die wereld, die zeggen, gaat er wat mee doen, wat dan? Als ze zeggen van, goh, van dit is een nieuwe kunststroming geworden, en dat op zich zou het gaan moeten, dan in dat geval zouden we erover kunnen denken. Maar dat is op dit moment nog niet het plan. Is dit wel een manier om het grote publiek ook meer bij de kunst te betrekken? Zou je dat op deze manier kunnen doen? Ik weet nog zelf ook niet op wat voor manier, maar is dit een begin om dat te proberen? Nou kijk, ik zei net, ik zou het niet in mijn museum ophangen. Nee. Want het museum gaat over het echte ding. Ja. Hè? Wij hebben echte Rembrandts. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar daarom is het toch naast elkaar? Dus of, jullie hebben er 2, hè? Nou, ik zou online en gewoon in je hele je informatie en in je weet je, het programma daaromheen, kan ik me voorstellen dat je er heel veel mee kunt doen. We hebben net al gezegd, je kunt er ook in kunsthistorische opzicht heel veel mee doen. Dat kun je natuurlijk ook delen met je publiek. Ik denk dat er ook een categorie mensen is die heel erg van technologie houden. En die op deze manier dan toch bij de kunst terechtkomen. Maar het is ook een beetje old school om dan deze reproductie in je museum te hangen. Oh, jullie hebben er 2 echte. Ja. En daar dan 1 of 2 reproducties naast hangen en dan de verschillen laten zien. Daar kun je een mooi verhaal bij vertellen. Ja, dat zullen we niet zo snel doen. Nee, ik ben echt van overtuigd. De waarde van het authentieke ding, het echte ding, dat is ook waar het museum voor moet staan. En dat kun je vervolgens in je programma en online en in je neefprogramma zo, kun je dat helemaal inpakken. En dat voorzien van allerlei interessante nieuwe innovaties en snufjes. Maar nee, het museum kom je in je eigen tijd om het echte ding te zien. Maar ook in de hoop dat er steeds meer mensen, althans het zijn ook stromingen die vinden, steeds meer mensen, steeds breder publiek wil je naar musea trekken. Kijk maar wat er geprobeerd wordt allemaal. Musea lokken bezoekers met spraakmakende tentoonstellingen. David Bowie in het Groninger Museum was al een succes voordat de popster overleed. Exposities over mode trekken een jonger publiek naar verschillende musea, zoals het Haagse Gemeentemuseum. De grote Jeroen Bos tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum loopt nog een maand, maar alle 380.000 kaartjes zijn al uitverkocht. Ook de traditionele topstukken zijn grote trekkers, vooral in vernieuwde musea. Het meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis is een topattractie voor Amerikanen. En de Amerikaanse president Obama grijpt een bezoek aan de veiligheidstop vorig jaar aan voor een bezoekje aan de nachtwacht in het nieuwe Rijksmuseum. Maar die blockbusters, alles richten op Rembrandt of zoals in Den Bosch gebeurt, Jeroen Bos, is dat iets wat je aantrekkelijk vindt? Nou, het is eerlijk zeggen. Nee, ja, maar dat vind ik wel, ja. Want het is fantastisch dat zoveel mensen die interesse hebben en dat het zo op die manier gevoeld wordt. Ik bedoel, je kan het hebben over, weet je, popsterren en dat soort dingen, die zijn immens populair. Nou, het blijkt gewoon dat de kunst net zo populair is. Nou, dat vind ik toch eigenlijk goed nieuws voor de kunst. Absoluut. Overigens blijkt ook dat in Nederland jaarlijks meer mensen naar theater gaan dan naar voetbalwedstrijden. Dus het is ook wel even belangrijk om gewoon aan te geven. Ja, geloof dat een moeizame vergelijking is hier. Maar dat is een ander verhaal, laten we dat even buiten. Maar in ieder geval, blockbusters, dat is dus een manier om mensen naar je toe te halen. Ja, op het moment dat het die komen niet eenmalig, maar die komen dan één keer. De interesse is gewekt en die gaan dan vervolgens ook vaker komen. En weet je, gelukkig hebben we in Nederland heel veel musea die heel verschillend zijn. En er zijn er, zoals het Tijlers Museum in Haarlem bijvoorbeeld, of de Lakel in Leiden, waar je ook naartoe kan gaan, omdat het gewoon een hele mooie collectie is. Die altijd de moeite waard is. Heeft dat toch de voorkeur? Dat heeft de langste adem. Ja, zo is het gewoon. Maar het Rijksmuseum is ook echt een collectiemuseum. Het Rijksmuseum ga je naartoe voor de eregalerij, voor de collectieopstelling.
meer dan voor de tentoonstelling. En sommige mensen, eigenlijk heel mooi. Sommige mensen gaan ook, dat weten jullie, voor vervalsingen. Er zijn er een paar meestervervalsers. Vinden mensen ook boeiend, die verhalen. En ik denk met die nieuwe techniek natuurlijk, dat verhaal zult u vaak moeten verdedigen. Ook. Je kunt natuurlijk met handige technieken, een paar slimme nerds, kunnen toch heel makkelijk goede vervalsingen maken. Een hele mooie tentoonstelling daarmee maken. Daar wil ik misschien graag als bezoeker toch naartoe. Ja, ik weet niet of je dan meteen ook een Rembrandt zou kiezen, waar wel de hele kunstwereld overheen zou.